We bevinden ons op dit moment in het prachtige kerkje in Hernhut. Helemaal in het zuidoosten van Duitsland. Ik ben daar gisteravond naartoe gereden samen met een broeder. En op deze plek heeft men in 1727 en in de jaren daarna herleving meegemaakt. Opwekking. Een werking van Gods geest door de inspanning van de graaf van Zinzendorf en vele andere broeders en zusters met hem, om hem heen. En dat heeft God willen gebruiken om zijn kerk te doen herleven. En een groot en machtig werk door de zogenaamde Moravische broeders of door de Hernhutters heen te doen. Met een enorme zendingsbeweging over heel de wereld. En we waren zo in gesprek van hoe moet je dat nou zien, hè? In het Oude Testament. Dat Gods aanwezigheid onder het volk Israël is. En hoe moet je dat nou in deze tijd zien, in het Nieuwe Testament? Hoe is dat precies als God herleving geeft, Gods aanwezigheid daar is? Zoek je dan naar de ervaring? Of is het puur dogmatisch koud geloof? Een zeker weten dat de beloften van God waar zijn. Dat is een mooi onderwerp om over te praten en van gedachten van te wisselen. En ja, wat zegt Gods woord daarover? Wat kunnen we leren van de opwekkingen? En we hopen zo deze dag ons te verdiepen in de opwekking dus in Hernhut, Bertelsdorf. We hopen ook straks naar dat kerkje toe te gaan waar ook opwekking is geweest hier in de buurt. En ik moest zo denken aan het laatste hoofdstuk van Exodus 40. Waar eigenlijk een soort sluitstuk is van de hele instructie die God aan Mozes heeft gegeven. Hoe hij de tabernakel moest opbouwen, alle voorwerpen. De voorwerpen voor de dienst, de kleding van de priesters. En hij heeft opdracht gegeven aan het volk om dat allemaal te maken. En dan komen ze die materialen bij Mozes brengen aan het begin van Exodus 40. En dan gaat Mozes dat in elkaar zetten. En God heeft precies gezegd hoe hij dat ook in elkaar moest zetten. En hoe hij dus heel die eredienst in die tabernakel vorm moest geven. En dat is wonderlijk om te lezen. Ik heb niet heel de tijd om Exodus 40 met u te lezen. Maar het is dus niet alleen zo dat God zegt waarom hij in het midden van het volk Israël wil wonen. Door middel van de tabernakel, de tent van ontmoeting. Het is ook niet alleen zo dat hij alleen zegt wat zij moeten maken. Maar je ziet ook dat hij heel duidelijk instrueert hoe ze het moeten maken. En hoe hij gediend wil worden. Maar ook het juiste tijdstip en wanneer. Dus je ziet dat God niet alleen de grote visie geeft en zijn verlangen uitspreekt. Maar je ziet ook dat hij helemaal tot in detail betrokken is op het hoe en het wanneer. En het is wonderlijk als we zo hoofdstuk 40 zouden doorlezen. Hoe aan het eind God reageert op al het werk wat door Mozes en de Israëlieten wordt klaargemaakt. Alles is in elkaar gezet. Het wasvat, het brandofferaltaar, de priesters, de kleding. En dan staat er in vers 33 dat Mozes het werk voltooide. Hij had alles gedaan op instructie van God hoe het moest gebeuren. En dan staat er in vers 34, toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. Zodat Mozes de tent van de ontmoeting niet kon binnengaan. Omdat de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. En dan staat er een stukje dat het volk daar moest blijven als de wolk daar was. En mocht vertrekken als de wolk omhoog ging. En de richting op ging, waarschijnlijk van het beloofde land. Ze waren onderweg naar Canaan. En dan staat er zo mooi in het laatste vers. Want de wolk van de Heere was overdag op de tabernakel. En 's nachts was er een vuur in. Voor de ogen van heel het huis van Israël tijdens al hun tochten. Nou, hoe zou je dat nou nieuwtestamentisch moeten zien in deze tijd? We hebben geen tabernakel meer. Er is geen wolkolom meer in deze zin van het woord. Er is ook niet een daadwerkelijk, letterlijk brandend vuur. Maar toch is er meer dan alleen een zeker weten, een puur geloof. Want God zegt dat wij als mens die tabernakel zijn. De tempel van de Heilige Geest. En dat God met zijn geest in ons woont. En dat hij ons wil vervullen met zijn Heilige Geest. En dat is mooi om over na te denken. Van hoe zou God die bediening van het Oude Testament, die presence of the Lord, dat tastbare, zichtbare aanwezigheid van God,
Hoe zou hij dat in ons leven, in onze gezin, in onze huwelijk, in onze kerken nou vorm willen geven? Nou, ik geloof dat God dat nog steeds wil geven. Van dag tot dag. En dat is niet allereerst een zaak van onze zintuigen, maar van een hart wat in vuur en vlam staat voor hem. En wat als het ware het geloof, wat zich vastgrijpt aan de beloftes van God. He, u bent in ons midden, want we zijn met 2 of 3 mensen samen. Maar ook dat daarin iets zintuigelijks kan zitten, zit. Van dat je weet, de Heer is aan deze plaats. Hij werkt. En ik haalde zo met Nico wat herinneringen op dat ik vroeger wel eens in de kerk was. En een dominee had gesproken. En dat je ervaarde, de Heer is in ons midden. Hij is er gewoon, je kan het niet beschrijven. En je ziet het aan de mensen om je heen. Er vloeien tranen, er is verslagenheid. De mensen wilden ook blijven zitten aan het eind van de dienst. En niemand hoefde dat tegen hen te zeggen. En je merkte gewoon, God is aan deze plaats. En ik denk dat we niet mogen zeggen, God moet altijd op die manier werken. En als die niet zo werkt, dan is het niet goed. Maar ik denk wel dat we als kerk dat brandende verlangen, zoals in het Oude Testament de Heer daadwerkelijk aan die plaats was, met zijn vuur, met zijn wolkolom, dat we ook zo mogen verlangen en bidden dat God ons keer op keer bezoekt met zijn aanwezigheid. Want wat willen we nou liever als kinderen van de Heer? Is toch dat de Heer te midden van ons tempelt, tabernakelt, woont, aanwezig is, spreekt, ons vervult, ons bemoedigt, ons vermaant, ons vertroost. Dat is zo mijn verlangen ook voor mezelf, voor mijn gezin, voor de kerk van Nederland in deze tijd. En wat zo mooi is, Mozes deed eenvoudig wat God hem had opgedragen. God had precies tegen hem gezegd wat hij moest doen. Het was voor Mozes als het ware heel makkelijk om te doen. Want God zei, ik help je. Jij kunt niet spreken, ik zorg voor een woordvoerder. Jij kunt het niet, Mozes, maar ik wil het door jou heen doen. En dat is nou zo mooi ook in het Nieuwe Testament. Dat is ook zo mooi in deze tijd. God zegt precies door het Testament, door de Bijbel heen, wat we moeten doen. Hem eren, hem dienen, weg van de zonde blijven, een heilig leven leven. En dan zeggen we met elkaar, als kerk van alle eeuwen, maar dat kunnen we niet. En dan zegt de Heer Jezus, halleluja, dat klopt. Maar ik wil je erbij helpen. Ik wil het door je heen doen, door mijn geest die in je woont. En dan ga ik dat werk door jou heen doen, als je maar wil gehoorzamen. Want dat was de sleutel van Mozes. Dat hij gehoorzaamde en naar de stem van de Heer luisterde. En dat is wat we als kerk van Nederland nodig hebben. Dat we luisteren naar de stem van de Heer. Dat we gaan doen wat hij zegt. En dan zal hij zeker komen. Hij zegt in de kroniekenbrief, en daar sluit ik mee af, dat als een hart volkomen op hem is, volkomen samengesmolten met de Heere God één is, dan zegt hij, dan zal ik zeker komen. Dan zal ik me sterk bewijzen aan degene van wie het hart volkomen op mij is. En dan wens ik mezelf en ook jullie van harte toe. God zegen.